Vanmorgen wil ik het met jullie hebben, en het staat heel mooi aangegeven. Oh, hier. Eten te midden van je vijanden. Als ik tegen jullie zeg, Psalm 23, dan denk ik dat de meesten zeggen, de Heer is mijn herder. Het is een psalm die zo ontzettend bekend is. Oh, ik moet eventjes, hij gaat een beetje op de kop nu, sorry hoor. Maar dat komt, ik ben niet zo stilletjes, zo, dat is het probleem. Maar goed, deze psalm is eigenlijk heel erg bekend. Als ik denk aan mezelf, ik heb het, ik zeg meestal wel 180.000 keer, maar zo vaak gelezen. Ik heb het gemediteerd, ik heb het gezongen in het Nederlands, in het Engels. Je kan het eigenlijk, soms zou je kunnen zeggen, vooral als je lang al christen bent, je zou die psalm kunnen dromen. Maar vanmorgen, ik heb het idee dat God mij een nieuwe openbaring heeft gegeven over die psalm. En dat wil ik heel graag met jullie delen. Maar niet over de hele psalm, vooral over het laatste stuk. Maar we gaan even de hele psalm lezen. Je mag de volgende dia doen. Ik lees het voor jullie voor uit de herziene Bijbelvertaling. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. David heeft het lied geschreven. En David was met zijn schapen, was hij in de woestijn. En als de schaapjes lekker daar lagen of te slapen, dan had hij tijd, denk ik, om na te denken. Hij had ook tijd om liederen te schrijven. Maar als je denkt aan die tijd, ik heb dat nooit zo goed gerealiseerd als ik Psalm 23 las. Maar je moet je voorstellen dat David staat gewoon met zijn schapen, denk ik, in een gigantische grote zandbak. Dus als hij zegt, ik leid mijn schapen naar grazige weiden, dan vroeg ik me af, waar leidt hij ze naartoe? Waar moet je dat gras eigenlijk vinden? Maar ik denk wel, David daar zat tussen midden van zijn schapen en zijn schaapjes kende. Hij kende het karakter van zijn schapen. Hij wist dat schapen hebben leiding nodig. Schapen hebben bescherming nodig. En ik denk, op een gegeven dag heeft hij vast gedacht, oh, ik ben een herder en ik heb schapen. Mijn schapen hebben een leiding nodig. Ik moet mijn schapen beschermen. Want als er een beer komt, die willen mijn schapen aanvallen, dan moet ik ze doden. Als er een leeuw komt, dan moet ik die doden. Ja, eigenlijk is God mijn herder. En ik ben zijn schaap. En hij heeft goed gezien, want hij wist wat het karakter was van een schaap. En herkende, denk, zichzelf daarin. En toen heeft hij, denk, deze psalm geschreven over de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En alles laat hij dan, gaat hij een lied heeft ervan gemaakt. Een schaap was geen wild dier. Een schaap was een bezit. Dus hij wist gewoon, ik ben een schaap van mijn herder in de hemel. Schapen hadden vertrouwen in David, omdat ze altijd bij hem waren. En David wist, ik kan mijn herder vertrouwen, want zoals ik mijn schapen vertrouw, zo kan ik mijn herder vertrouwen. Want mijn herder kent mij, kent mijn karakter, is altijd bij mij. Als een schaap verdwaald was, dan ging de herder zoeken. Net zolang hij het schaap had gevonden. Als een schaap eigenlijk helemaal niet meer kon lopen, als hij iets aan zijn pootje had, vooral een lammetje, dan droeg de herder het op zijn, dat deed denk ik David ook, dan droeg hij het op zijn schouder. Net zo lang tot het schaapje weer op zijn eigen benen kon staan. Ik heb zelfs gehoord dat herder over zijn eigen schaapje zingt, elke dag opnieuw, in de ochtend. En daarmee laat je ook zien dat de schapen de stem van de herder heel goed kunnen herkennen. Hij zegt zo mooi, de Heer is mijn herder. Terwijl mij ontbreekt niets. Hij doet me neerleggen in grazige weiden, midden in de grote zandbak. Terwijl toch vindt hij een grazige weide waar ik kan zijn.
Ik mag zachtjes liggen bij stille wateren. Naar water in een zandbak, die moet je gaan zoeken. Maar hij gaat net zo lang door, tot die water er is, waar ook waar jij het woord over had. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ga ik door het dal vol schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Spreekt over de herder en het schaap. En dan ineens verandert de hele psalm. Dan gaat het niet meer over God de herder, maar dan gaat het ineens over God de gastheer. Staat er, u maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Jouw goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis verblijven tot in lengte van dagen. En eens wordt voor David wordt God de gastheer. En David zegt, u dekt voor mij een tafel te midden van mijn vijanden. Dat is bijzonder. Dat God een tafel voor je klaarmaakt te midden van je vijanden. En dat betekent dat jij mag zitten met God aan de tafel. Ik zit met God aan de tafel en hij dekt voor mij een tafel. En weet je wie er zijn bij je tafel? Ik zou andere gasten uitnodigen, moet ik zeggen. Maar je vijanden zijn uitgenodigd. Weet je wat, bij de tafel staan de vijanden, staan jouw tegenstanders. Ik zit met God aan de tafel. God heeft voor mij deze tafel gedekt. Maar wie zijn er in mijn gezelschap? Dat zijn mijn vijanden. Jullie zijn niet mijn vijanden. Maar mijn vijanden staan rondom de tafel. Ik denk dat het woord heel duidelijk was vanmorgen. Maar ik denk dat de mens, misschien ga je wel eens door een moeilijke tijd heen. Misschien zit je in een hele moeilijke tijd. Soms gaan we door de seizoenen heen. Seizoenen die niet makkelijk zijn. Dat soms ga je door seizoenen heen, waardoor als het ware dat je eigenlijk recht de vijand in zijn gezicht kijkt. Seizoenen die je zou willen weg, die je niet zou willen hebben. Maar we gaan soms door seizoenen heen, waarbij je letterlijk de tegenstander voor je ogen ziet staan. Die zo'n grote indruk op jou kunnen maken, waardoor je als het ware verlamd wordt. Vijanden pakken jou op je zwakste stuk. De vijand, wat de vijand doet, is altijd jou proberen om jou van jouw bestemming af te krijgen. Hij zou jou altijd willen belemmeren om jou te brengen in jouw bestemming. Zoals net kleine Jason, Joshua, heeft een unieke bestemming van God gekregen. Maar door de zwangerschap, toen hij geboren werd, was er een strijd gaande. Waarom? Omdat de vijand niet wil dat deze jongen tot zijn bestemming komt. Stel je voor dat Erik genees wordt. Zijn stem zo krachtig wordt. Dat Jason daarin een rol gaat spelen. Alles wordt in het werk gesteld om de bestemming van je weg te nemen. Ik zit aan de tafel, maar God zegt, te midden van dit, ik dek die tafel gewoon voor jou. En ik wil dat jij gaat zitten. Ik zit met hem aan de tafel. Misschien heb je angst voor het komen gaat. Misschien heb je angst voor wat er in je lichaam gebeurt. Misschien ziekte. Waarvan je het gevoel hebt dat die niet te stoppen is. Waar dokters misschien geen raad meer weten. Vijand die in je lichaam zit. Die als het ware die jou in je ogen kijkt. Waar je niet omheen kan. Misschien een angst voor wat gaat gebeuren. Angst voor je kinderen. Angst voor je toekomst. Angst voor morgen. Angst voor mensen. Misschien gevoelens. Die vijand van ik ben het niet waard. Die vijand van afwijzing. De vijand van wat stel ik eigenlijk voor. De vijand gewoon eigenlijk zo van een shelf. Ja, ik weet niet of er wel plek voor mij is. Die vijand die je gewoon als het ware recht in je ogen kijkt. Vijand van onverwerkte teleurstellingen.
verleden wat je vasthoudt. Relatieproblemen. God zegt, weet je, ik heb een tafel voor jou gedekt. En je vijanden zijn er wel. Dat moet ik eerlijk zeggen, zegt God. Je vijanden zijn er wel. Wat doe je als je aan de tafel zit met God? En je wordt uitgenodigd met God, maar je vijanden zijn daar. Er staat een fantastische maaltijd voor je klaar. Waar ben je op gefocust? Ik denk dat je kijkt naar je vijanden. Ik denk dat je bijna niet realiseert en niet kijkt naar de lekkere dingen die op tafel staan. Dat je bijna vergeet dat God bij je is. Want die angst kan zo intimiderend zijn. Die gevoelens van wat er in je leven omgaat, waar je tegenop loopt, de muur waar je tegenop loopt. Het feit dat je misschien wel ziet dat daar ginds een waterval is, of een fontein, of de regen komt, maar bij jou niet. Dat zie je niet, omdat je die vijanden ziet. Weet je, als je gefocust bent op je vijand die bij je tafel staat, verlies je je eetlust. Maar daar heeft God de tafel niet voor gedekt. Wat hij zegt, ik spreek uit ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Hij zegt heel duidelijk, weet je, ik heb een tafel gedekt waar jouw vijanden staan. Maar wat ik doe, Assie, is die vijanden zijn er wel. En wat ik doe als je met mij aan de tafel zit en ik dek die tafel voor jou, ik verberg je niet uit het zicht voor die vijanden. Maar wat ik doe, ik maak dat je buiten bereik bent van je vijanden. Dat is uniek, hè? Je raakt, het is niet dat je die vijanden niet zijn. God, en wat God mij niet zien is eigenlijk, je bent buiten bereik. Als ik zit met jou aan de tafel, ik eet met jou, ik heb het voor jou klaargemaakt. Die vijanden zijn er wel, maar ze zijn buiten jouw bereik. Maar ze zijn niet uit jouw zicht. Want die vijanden zijn vaak realiteit. Wat er in je lichaam is, is realiteit. Angst kan soms de realiteit zijn. Maar het is buiten je zicht. God wil je buiten het bereik van die vijanden houden. Als je gefocust bent op het eten. Als je gefocust bent op Jezus, met wie je aan tafel zit. Zijn kracht. Zijn grootheid, zijn majesteit. Dan wordt die vijand heel klein. Ik vroeg aan de Heer. Ik begrijp het. Maar met wie? Maar wat zit er eigenlijk op de tafel? Wat eet ik? Als u zegt, ik zit aan de tafel te midden van mijn vijanden. Wat hebt u dan op mijn tafel gezet? Wat moet ik eten? Soms zeggen we heel vaak clichés. Maar wat eten we werkelijk? En ik heb het getekend. Je mag het eerste laten zien. Het is mijn dagboek. Dus jullie kunnen het niet goed lezen, dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik heb het getekend. De eerste schaal, denk ik, waar ik van mag eten als mijn vijanden er zijn. Schaal van Gods goedheid. Wat Walfried ook zei, God is goed. God is goed. God is in elk opzicht goed. Zingen over de goedheid van God. Ik ben een week lang ben ik wezen geweest om werkelijk te zitten en te eten van de goedheid van God. En voor mij was het tekenen, het is niet professioneel, maar voor mij was het als het ware een manier om het op te schrijven. Wat eet ik? En een week lang ben ik alleen maar bezig geweest met de goedheid van God. En ik merkte, ik raakte zo diep onder de indruk van wat het woord van God zegt over de goedheid van God. In God is niks, in alles in God is goed. Hij is gewoon perfect. In hem is niets verkeerd te ontvinden. Hij brengt niet ziekte. Hij brengt niet die vijanden, maar in hem is alles goed. Wat hij voor mij heeft, is goed. En toen las ik de tekst en het was ik zo onder de indruk. Er staat... In Hebreeën 6 vers 5, die het goede woord van God geproefd hebben
In het Engels staat nog mooier, I've tasted the goodness of the word of God. En het is zo bijzonder, als die vijanden er staan, dan wil ik je gewoon zeggen tegen jou, ga eten, ga het woord eten. Ga eten van de goedheid van God, ook al voel je het niet, ook al staat die vijand daar, want die staat daar. Probeer, ga goedheid, ga het uitzingen voor hem. Ga je lichaam voeden, ga je geestelijke lichaam voeden, ga je geest voeden met de goedheid van God. Dan zie je gewoon dat de vijand niet in zijn schaduw kan staan. Dat hij niet meer kan bereiken. Hij kan je niet meer onderuit halen. Anderen. Mag de volgende doen. Een andere is, een schaal is van perfect peace. Is van volmaakte vrede. Ik hoef niet lang over na te denken. Als je kijkt naar toen Jezus in de boot was en het een storm kwam. En iedereen was helemaal ontsteld. Oh, er is een storm en bla bla, weet je wel, we gaan. En Jezus sliep te midden van een storm. De schaal die ik getekend heb, is eigenlijk als het ware, het is een schaal, maar het lijkt een bootje in het water. Maar te midden van die storm zegt Jezus, hij is daar. En ik kwam erachter dat Jezus, vrede is niet een gevoel. Perfecte vrede is niet een gevoel, maar perfecte vrede is Jezus zelf. Is ontmoeting met hem, is ontmoeting met Jezus. Storm in mijn leven tot bedaren brengt. Hij zegt, zoals de regen, waar net straks over gesproken wordt, staat in Jesaja 66, vers 12. Zie, ik doe de vrede naar je toe stromen als een rivier. En het kan alleen maar als de regen gekomen is. Een andere dia, ik laat een paar plaatjes zien. Dat is vertrouwen, is trust. Is Gods hand in mijn hand. Gods doorbloede hand, Jezus zijn doorbloede hand. Hij heeft het gedragen voor mij. In Jesaja 51 staat, vers 12. Er staat heel mooi in het Engels. I am the one comforting you. What are you afraid of? Or who? Staat eigenlijk van, weet je, voor wie moet je eigenlijk bang zijn? Ik ben het toch? Ik sta toch zo in je midden? Voor wie ben je bang? Je bent bang, omdat je de vijand ziet. Maar als wij... ons voeden met wie hij is, als ons leven doordrenkt is met de tegenwoordigheid van God, met wie hij is. Als we doordrenkt zijn, als we weten wie ons vertrouwen kunnen stellen. Die grote God die daar staat. Terwijl als je vroeger dan op het schoolplein en iemand had ruzie met jou, mijn vader, ik ga mijn vader halen. Mijn vader is sterk, weet je wel. Als je vader dan kwam, dan was er niets meer aan de hand. Als God komt. Als God komt, wat kan er dan gebeuren? Het zijn lessen, processen waar je doorheen gaat. Wat wil ik zeggen? Volgende schaal waar je van mag eten. Er zijn zoveel meer schalen. Het is genezing voor je ziel. En deze schaal heb ik getekend, of je het goed kunt zien, zitten barstjes in. God heeft het gemaakt. God gooit de schaal niet weg, maar hij heelt je. Hij heelt je. Hij zegt heel duidelijk. Ik zal je herstel bevorderen. Jou van je wonden genezen. Je kan wel denken dat die vijand, die zegt iets anders. Maar God, hij eet van die schaal. Oh Heer, ik voel het niet in mijn lichaam. Ik voel niet dat het nog alles op orde is. Maar ik eet van uw genezing. Ik eet van uw genezing. Niet dat je boven jezelf moet uitstijgen. Maar het is dagelijks voedsel. Het is als het ware dat je geest vertrouwd wordt met wie God is. Oh Jezus. En het is niet dat je de realiteit ontkent. Maar dat je de nieuwe realiteit gaat leren kennen van wie het God is. De laatste die ik getekend heb laat zien, dat is geloof. Vasthouden. Soms als je door een moeilijke tijd heen gaat, als je door een seizoen heen gaat waarin je die vijanden zo voor je ziet staan, dan is er maar één ding wat je bijna kan doen. Is je vasthouden aan het reddingstouw, aan het touw van Jezus. Het geloof.
Ik hang aan het touw, aan het koord. Als ik het loslaat, dan weet ik het niet, Heer. Maar ik hou het vast. Trek me omhoog. En dan balanceer ik over de touw. Ik geloof. Ik kijk niet naar beneden. Dan val ik. Ik kijk naar u. Het geloof. U houdt me vast. U houdt me vast. God leidt je naar de andere kant. Er zijn nog veel meer schalen waar je van kan eten. Schalen van zijn onvoorwaardelijke liefde. Schalen van genade. Schalen van hoop, van leven. Voor mij was het gewoon een manier om het te gaan tekenen. En ervan eten. Het neerzetten in mijn kamer. Ik kwam erachter. Dat alles wat ik eet. Dat is wie Jezus is. Hij is de hoop. Hij is het leven. Hij is de perfecte vrede. Alles. Het is geen gevoel. Maar het is een persoon. Het is een persoon. Hij nodigt mij aan de tafel. Ik kan aan de tafel zitten. Ik kan om me heen kijken en naar mijn vijanden kijken. De grootste sleutel in oorlogsvoering is eet van hem. Eet van de gedekte tafel. En dan zegt David. En dan komt u hier en dan zalft u mijn hoofd met olie. Waar komt zalving vandaan? Zalving komt vandaan, heeft te maken met herderschap, met herder zijn. Voordat zalving als het ware werd genoemd in de Bijbel, toen was zalving al bekend bij de herders. Luizen en insecten wilden zich heel graag nestelen in de vacht van een schaap. En er was één vlieg, er was één insect. Dat was de neusvlieg. En als de neusvlieg bij de schaap kwam, dan wilde hij de neus in van de schaap. En dan maakte hij een weg door de neus van de schaap, als het ware. En dan probeerde hij zich te nestelen en vast te zetten in het hoofd van het schaap. Wat er dan gebeurde was dat er gewoon heel heftige ontstekingen kwamen bij het schaap. En wat je dan soms ziet is dat schapen zo met hun hoofd zo bonzen en hun kop gaan stoten tegen een muur, tegen een boom. Omdat ze die pijn gewoon, ze worden er compleet helemaal crazy van, helemaal gek van. En dan, ze willen die pijn, willen ze gewoon vanaf. En dan bonken ze tegen de muur of tegen iets wat maar hard is. En het kan zelfs zijn dat die schapen zichzelf doden, omdat het zo vreselijk is in hun hoofd. Wat deed de herder? Hij wreef dan het schaap compleet in met olie. Zijn kop helemaal in met olie. Waardoor als die vliegjes kwamen, en speciaal die neusvlieg, die konden geen grip krijgen op het schaap. En die gleden daar af van het schaap. Dan konden ze de neus niet meer in. Dus olie, de salving, was bescherming voor de vijand van de schaap. Het was bescherming voor zijn gezondheid. Het was zelfs zo, als een vlieg, soms konden ze in zwermen aankomen vliegen, die neusvliegen. En die schapen werden compleet helemaal hor en dol. Ik weet niet of het goed woord is, maar goed. Ze vlogen alle kanten op. Ze raakten compleet in paniek. En eigenlijk is het precies soms met ons. Soms kan er dingen zijn in je leven die je triggeren en denken, oh, niet weer, weet je wel. Bang. Misschien iets van wat er gebeurt. Bang dat die vijand terugkomt. Bang dat dingen weer terugkomen. Weet je, je kan in paniek raken. En dan komt het hele scenario, wat er gebeurt, dus komt weer terug. En hij zegt, God, ik wil je salven met de olie van hem. De schapen hadden geen idee, denk ik, van de belangrijkheid van de olie. Maar de herder wel. De herder wel. God weet de belangrijkheid, de waarde, de kracht van de zalving van Gods geest. Laat je zalven.
Gods tegenwoordigheid zo om je heen is. Als Gods tegenwoordigheid zo krachtig is, is er geen plek voor de vijand. Olie houdt de vijand op een afstand. En dan zegt David, weet je, mijn beker vloeit over. Ik drink niet een beetje, maar die beker vloeit over. Is meer dan genoeg. In de zomer hadden de schaapjes last van de vliegen. In de winter hadden ze het koud, omdat het stormde en omdat het regende. En dan werden hun pootjes nat door de modder en door het, dat het een beetje slipte. En wat deed de herder dan? Die had een heel klein flesje bij zich. Zat water en een heel klein beetje brandewijn. En dan gaf die dat aan de schaapje. Als het koud waren. En het was heel grappig. Ik heb het nooit gezien hoor. Ik heb het gelezen. Maar dan wat er dan gebeurde. Dan kon de herder zo blij zijn. Want dan werd het lichaampje van dat lammetje werd warm. Door het beetje brandewijn. En dan gingen ze helemaal dartelen en springen. En dat vind ik zo ontzettend mooi. En dan denk ik. God heeft over alles nagedacht. Weet je. God heeft over de olie nagedacht. De Heilige Geest. God heeft nagedacht over het water, rivier van het leven. God heeft nagedacht over die brandewijn, over de wijn, over het bloed van de Heer Jezus. Alles heeft God voor ons klaargemaakt. Subliem, hè? Ik vind het echt subliem. En dan zegt hij aan het eind. Goedheid en goede tierenheid zullen me volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Ik zal verblijven in het huis van de Heer voor eeuwig. De eerste keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over het huis van God, is bij Jacob. Jacob die was op de vlucht gegaan, die had zijn broer zijn vader bedrogen. En hij ging op de vlucht voor zijn broer. En op een gegeven moment, dus hij was niet een heel lievertje, laat ik het maar zo zeggen. En dan komt hij op een gegeven moment op plek en dan gaat hij slapen. En dan krijgt hij een droom. En dan ziet hij een ladder van de hemel naar de aarde. Van de aarde naar de hemel. Engelen komen naar beneden, engelen gaan omhoog. En bovenaan die trappen, bovenaan die ladder, ziet hij de troon van God. Het is het moment dat de hemel de aarde raakt. Dat de hemel de aarde raakt. En dan wordt hij wakker. En er is maar één ding wat ik kan zeggen. Dit is onzagwekkend. Dit is onzagwekkend. Dit moet God zijn. Hij zegt letterlijk, hoe onzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God. Het is de poort van de hemel. De plek waar de hemel de aarde raakt. Ik heb lang gedacht en aan de Heer gevraagd, wat bedoelt u? Ik wil nieuwe dingen horen. Wat betekent het om in uw huis te wonen? Wat betekent het om in uw huis te zijn? Wat betekent het met u zitten aan de tafel in uw tegenwoordigheid? Maar ik wil iets delen van mijn eigen vader. Mijn vader is 32 jaar geleden is die overleden. Mijn vader was nog jong. En ik was nog deel van de gereformeerde kerk. Dus in die tijd kreeg ik niet zoveel beelden en indrukken. Maar toen zat ik in de gereformeerde kerk. Het was denk ik een paar maanden nadat mijn vader overleden was. En toen zag ik een beeld van mijn vader. Of ik zag de hemel. En ik wist dat het de hemel was. Ik wist dat het de troon van God was. Ik kon de troon niet zien.
Ik zag een heel groot koor bij de troon van God staan. Ik kon die mensen niet zien. Ik zag dat allemaal, het waren silhouetten. Maar ik zag één gezicht. En het was het gezicht van mijn vader. Mijn vader hield van zingen. Zong ook luid, net als ik. En hij zong in het koor bij de troon van God. Ik vond het zo'n geweldig beeld. Zo ook bemoedigend en vertroostend. Jaren gingen voorbij. En ik dacht niet meer aan het beeld. Ik wist dat mijn vader goed was. Toen was ik in India op outreach. En toen op een dag. Toen kreeg ik een beeld. En ik schrok ervan. Ik zag hetzelfde beeld van jaren daarvoor. Zag ik terug. Ik zag mezelf hand in hand met mijn vader staan. En ik moet zeggen, dat beeld, dat vond ik heel erg eng. En heel erg, het maakte me bang. Omdat ik dat beeld had gekregen omdat mijn vader overleed. Nadat mijn vader overleden was. Dan zei ik tegen God, ik ga toch niet sterven. Dat zou mijn moeder nooit aankunnen. Ik deelde het met niemand, omdat ik het niet kon delen. Ik was bang, een beetje bang voor het beeld. Een paar dagen daarna, ik was bezig in het boek Exodus aan het lezen. En toen was ik bij Exodus 33. En het zegt, Mozes zegt zo van, ik wil zo graag uw glorie zien. Ik wil zo graag uw tegenwoordigheid zien. God zei, je kan het niet. Mijn tegenwoordigheid is zo ontzettend groot. Weet je, je kan alleen maar, je weet als ik voorbij ben gegaan. Want mijn tegenwoordigheid is zo groot. Kun je gewoon niet in stand houden. Mozes was een vriend van God. Toen vroeg ik aan de Heer, ik wil net als Mozes zo uw tegenwoordigheid zien. Ik wil zo uw aanwezigheid ervaren. Laat mij uw tegenwoordigheid zien. Later op de ochtend hadden we een teammeeting. Ik had niet het beeld gedeeld. Durfde het niet. En tijdens de teammeeting, was voor het eerst, denk ik, viel ik in de geest. En toen zag ik hetzelfde beeld terug. Ik stond hand in hand met mijn vader. Het was als God zei. Weet je, Assie, mijn vader deelt in mijn heerlijkheid. Jouw vader is bij mij. In mijn tegenwoordigheid. In mijn heerlijkheid. Mijn heerlijkheid is niet alleen maar voor als je in de hemel bent. Maar ik wil jou op aarde mijn heerlijkheid al in laten delen. Dat is voor mij zo'n verandering geweest in mijn kijken naar hem. Niet pas als ik naar de hemel ga, ga ik wandelen in zijn tegenwoordigheid. Dan is het perfect. Dan zijn er geen tegenstanders meer. Sta ik voor de troon van God. Hem te aanbidden. Maar nu. Hij wil nu zijn glorie aan ons laten zien. Zijn intense tegenwoordigheid aan ons laten zien. Als je eenmaal geproefd hebt. Van die heerlijkheid. Van de tegenwoordigheid van hem. Wordt de vijand kleiner en kleiner. Ik ontken niet de realiteit van de vijand. Ik ontken niet de kracht van de vijand. Ik ontken niet de moeite dat het is om de vijand in zijn gezicht te kijken. Maar ik weet ook wat het betekent om in de tegenwoordigheid, een stuk of vast in de tegenwoordigheid van God te lopen. En ik wil meer. Ik wil dat die wolk van heerlijkheid, die wolk van glorie op mijn leven is. Niet voor mezelf. Maar dat anderen kunnen delen. In die wolk van glorie. Als die wolk van heerlijkheid zo op ons leven is. Dan waar je komt. Dan breng je transformatie. Dan breng je verandering. Dan breng je de tegenwoordigheid van God. Er gebeuren dingen. Die je nooit voor mogelijk had gehouden. Ik wil jullie vanmorgen gewoon eigenlijk uitnodigen. Kom aan tafel. Kom aan tafel. En ga eten. Raak onder de indruk van de gastheer. Die de tafel voor je klaar heeft gemaakt.
focus je op het eten wat hij voor je gemaakt heeft. Het is jouw smaak. Hij weet jouw smaak. Dat was Psalm 23. Zou ik het plaatje nog één keer willen laten zien? De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet me nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ga ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent bij mij. Uw stok, uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn vijanden. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Goedheid, goede tierenheid, die zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Vanaf nu af aan, vanaf deze dag, verblijf ik in het huis waar zijn tegenwoordigheid is, waar zijn glorie, waar zijn heerlijkheid, waar genezing is, waar zijn liefde is, waar geloof is, waar zijn redding is, waar verlossing is, waar bevrijding is. In dat huis verblijf ik tot in lengte, tot in alle eeuwigheid, tot in eeuwigheid. Wat een geweldig psalm, wat een geweldig lied heeft David gemaakt. Heeft hij ons achtergelaten. Hij wist wat het was. Misschien later dat hij, toen hij stond tegenover Goliath, die vijand was, zoveel groter dan hemzelf. Een vijand, Heer, die, waar iedereen door geïntimideerd was geraakt. Niemand durfde meer tegen die vijand op te komen, omdat iedereen wist, we gaan er tegenaan. In eigen kracht, ja. In eigen kracht. Maar David wist wat het was om te eten van de tafel van u. Zoveel tijd doorgebracht, gewoon in de tegenwoordigheid. Tussen het rulle zand, Heer, tussen het hete zand, Heer. Oh Jezus, hij heeft u geroepen en gesmeekt misschien voor zijn schapen. Wanneer komt eindelijk het gras? Wanneer vinden we eindelijk het water? Ik ben dorstig, maar mijn schapen hebben dorst. Ik dek daar voor jou een tafel, David. Oh, Jezus. Oh, dank u wel. Oh, Jezus. Oh, Jezus. De intimidatie van de vijand. Oh, Jezus. Toen hij hing aan het kruis. Tot op het laatste moment werd u bespot. U bent niet de zoon van God. En als u dat bent, kom er dan vanaf. Oh, Jezus. U hebt het overwonnen. We leven nog in een onvermaakte wereld, Heer. Oh, Jezus. Maar uw tafel is daar. Niet iedereen wordt nog genezen. We weten niet waarom. Maar uw tafel is daar. Maar we mogen nu wandelen al in het huis van u. Jezus. Daal op ons neer vanmorgen. Laat uw glorie neerdalen op ons. Laat uw glorie neerdalen op ons. Maak boeien los, Heer, nu. Maak boeien los. Maak kettingen los.
Maak boeien los, maak kettingen los. Los angst. Oh, dat angst, Heer. Al die angst, al die angst. Al die angst, al die angst. Overwinning. Ik wil je gewoon vragen. Ik was niet van plan, maar ik doe het toch. Ik wil je vragen als je zegt. Ik heb zo'n honger. Ik ben zo geïntimideerd. Of ik ben toch soms toch gefocust op die vijand die bij de tafel staat. Ik wil vanaf vandaag, ik wil zeggen. Ik wil leren om te eten van uw tafel. Dan wil ik je gewoon vragen om naar voren te komen. Ik zou ook willen vragen. En ik wil eigenlijk heel specifiek vandaag ook echt bidden voor de mensen die ziek zijn. Die iets dragen in een lichaam wat niet in de orde van God is. En ik zou willen vragen of je naar voren wilt komen, als je dat wil. En ik zou ook willen vragen of de muziek wil komen. Als je ervaart dat je genezing van God nodig hebt. Nieuwe aanraking. Ik weet niet wat jullie ervaren, maar ik ervaar zo Gods tegenwoordigheid. Tegenwoordigheid is, daar is leven. Heer, waar uw tegenwoordigheid is, daar is leven. Jezus, waar uw tegenwoordigheid is, daar is uw leven. Dat is genezing. Dat is kracht. Oh, Jezus. Oh, Jezus. Oh, Jezus. Oh, laten we heel zachtjes gewoon... Ik wil jullie vragen, voor al diegenen die in de zaal staan, zitten, dat we heel zachtjes in tongen gaan zingen. Gloria Marasorion, Kirmanion, Irmasitam, Kirianion. Zing maar met me mee, Kirja Marasorion. Jezus, laat u de rivier stromen, Heer. Vader wil echt vragen dat u de rivier van leven laat stromen door elke persoon die hier staat. Jezus, ik wil u vragen, Heilige Geest, kom met uw olie. Kom met uw genezende kracht. Elk persoon aan te raken. Jezus. 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 Door de man. Tarian. Anima sonian. Laat uw engelen komen om ons te dienen. Op tegen elke ziekte in de naam van Heer Jezus. We willen vanmorgen autoriteit nemen over elke ziekte in de naam van Heer Jezus. In de naam van Heer Jezus. We komen op tegen elke ziekte in de naam van Heer Jezus. In de naam van Heer Jezus. We komen op tegen elke macht van kanker in de naam van Heer Jezus. En we binden jou in de naam van Heer Jezus.
In de naam van Heer Jezus. In de naam van Heer Jezus. In de naam van Heer Jezus spreek ik uit. Dat elke kankercel verschrompeld wordt. Vernietigd wordt. In de naam van Heer Jezus. En we brengen het onder het bloed van de Heer Jezus. In de naam van Heer Jezus. In de naam van Heer Jezus. In de naam van Heer Jezus. Ook elke onverklaarbare, geen naamgevende ziekte of wat gebeurt in ons lichaam. We komen er tegenop in de naam van Heer Jezus. We nemen er autoriteit over. In Jezus' naam. Je hebt geen recht. Je hebt geen recht om ons, om ons, om ons, om ons aan te vallen. Om ons aan te vallen. Om ons in de grip te houden. In de naam van Heer Jezus. In de naam van Heer Jezus. En ik roep jullie bestemming tevoorschijn. Ik roep leven over jullie uit. Ik roep de bestemming van de Almachtige over jullie uit. In Jezus' naam. In de naam van Heer. Laat uw salving komen. Laat uw salving stromen. In de naam van Heer Jezus. 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 Oh, 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 misschien kan het gebedsteam ook komen misschien. Oh, Ramara Sharada Papa. We spreken de orde uit van het Koninkrijk van God over jouw lichaam. Over elk darm. Alles wat met je darmen te maken heeft. In de naam van Heer Jezus. In de naam van Heer Jezus. We spreken de autoriteit, de genezende kracht. En we spreken over je uit.